Goedendag, mijn naam is Frank Zwiers en ik ben een marathonspeler uit Terheijden. Dat is een dorp aan de noordkant van Breda. Ik ben actief duivenspeler sinds 2002 en heb mijn overstap naar een succesvolle carrière op programmavluchten gedaan in 2013 naar de marathon. In 2013 was mijn eerste jaar dat ik volledig startte met duiven en werd daarin gelijk tweede nationaal kampioen onaangewezen. Dus de toon was gezet. Daarmee vervolgens in 2015 de derde nationaal kampioenschap gehaald. En in 2016 was mijn topjaar met twee keer de eerste nationaal in drie weken tijd. Eén daarvan die heb ik hier vast, dat is de Le Bernard. Le Bernard is voor mij eigenlijk het begin en het einde van een tijdperk. Le Bernard die won bij mij de eerste nationaal Saint-Vincent in 2016. Het jaar daarvoor, in 2015, won hij reeds de 26e nationaal Saint-Vincent. Het is een duif die ik heb gefokt en als jaarling en als tweejarige deed hij eigenlijk vrij weinig. En daarna heeft hij zich herpakt en is echt gaan presteren. Na zijn overwinning in 2016 kwam voor mij eigenlijk een eindpunt van een tijdperk. Mijn tijdperk in Breda heb ik al mijn duiven op de nationale winnaars na geveild op GPS. En ben ik opnieuw begonnen in 2017 vanaf deze locatie. Ik woon nu in Terheijden en hier ben ik opnieuw gestart. In eerste instantie met overgewende duiven van een liefhebber hier uit de buurt. Daar hebben we het straks over, dat is een volgende duif. En inmiddels heb ik mijn horizon ook verlegd van de middaglossingen naar de ochtendlossingen. Naar de internationale ZLU-vluchten en dat met goed succes. De duif in mijn handen is dus Le Bernard. Eerste nationaal Saint-Vincent 2016 tegen 13.472 duiven. Het jaar daarvoor wint hij reeds de 26e nationaal Saint-Vincent. Zijn halfzus Constance die wint de 17e nationaal Saint-Vincent. Dit is nog een kleinkind van de bekende brieven van Raymond Molenveld, First Prize Pigeons. Ik heb hem gefokt uit twee duiven die ik toentertijd te leen had van goede vriend Mark van den Berg. Daar is het eigenlijk mee begonnen hier. Dit was mijn eerste nationale overwinning en deze heeft mij internationaal eigenlijk op de kaart gezet. Het is een vrij compacte, zeer gespierde blauwe doffer. En het meest opvallende aan deze duif is zijn zijdezachte pluim. Ik heb hem na zijn overwinning op de kweek gezet, met ook al de resultaten. Zo zijn kleinkinderen van hem reeds winnaar van een tweede, derde en negende nationaal. Na mijn verhuis in de winter 2016 en mijn nieuwe start dus in 2017 ging ik eigenlijk vanuit een jaar zonder oude duivenvluchten te doen. Toch een goede vriend van mij en clubgenoot van mij die moest vanwege ziekte van zijn vrouw stoppen met duiven en die had duiven van mijn soort. Ik ben daar naartoe gegaan, een dealtje gemaakt met hem en een aantal duiven overgewend. Een van deze duiven is deze Neo. En Neo die heeft als jong en als jaarling reeds gevlogen bij Ad van Dongen. Won daar helaas geen prijzen, terwijl zijn broer bij Ad van Dongen vierde beste jaarling werd van Nederland. Neo is naar mij toe verhuisd, net als zijn broer trouwens. Zijn broer had pech, die werd een dag voor inkoren van Nationaal Saint-Vincent 2017 gepakt door de Havik. Die heb ik dus later teruggevonden, ontleed. Dus verhuisde deze van plek 2 naar plek 1 op mijn inkorenlijst. Hij heeft me niet teleurgesteld, Saint-Vincent 2017, ik had geen verwachtingen. Maar toch won deze duif de 18e nationaal, Saint-Vincent. Ik heb hem daarna op Dax gespeeld en op Bergerac, waar hij respectieve de 45e en 24e opwon. Hij werd 5e nationale asduif 2017. Omdat mijn droom toch een Olympiadeduif was, heb ik hem vervolgens in 2018 nogmaals gespeeld. Hij begon Saint-Vincent fantastisch, met een 8e nationaal. Zo heeft hij dus een 8e en een 18e nationaal op Saint-Vincent gevlogen. Dax was wat minder, was een hele zware vlucht. Ik was blij dat hij thuis was, wint nog wel prijs overigens. En vervolgens wint hij weer de 24e op Bergerac. Uiteindelijk werd hij 4e voor de Olympiade, dus net niet mijn gedroomde Olympiadeduif. Maar genoeg voor hem om met pensioen te gaan, naar het kweekhok te gaan. En dit jaar 2020. Op Argent ZLU had ik reeds twee kinderen van hem s'avonds thuis, waarbij de vroegste de 45e nationaal wint.
In 2017 heb ik voor het eerst gefokt hier met mijn duiven. Het beste product van deze jaargang is zonder twijfel deze wonderduivin Aurora. Ik noem haar echt een wonderduivin. Ik heb haar 3 keer gespeeld in haar carrière. In haar korte carrière won ze als jaarling reeds een 6e nationaal argent. Zij won vervolgens het jaar erop op de NPO Middaglossing een 5e. En vervolgens op de ZLU-versie van Saint-Vincent de 11e nationaal. Dus 3 keer spelen, 3 keer bij de eerste 11 nationaal. Het is voor mij echt de allerbeste duif die ik ooit heb gehad. Ze zit altijd goed, altijd mooi, ruikt langzaam. Het is een kruising. Haar vader heb ik door ruiling verkregen van Cor de Heijden. En haar moeder is een ingeteelde dochter van mijn Golden Future. Ze heeft wat dat betreft echt de bouw van de Golden Future en ook de uitstraling. Lekker kort, compact, super gespierd, super glad. Het enige verschil is dat deze een licht oger heeft en geen geel oger. Nogmaals, de beste duif die ik ooit heb gehad. Ik heb haar op het kweekhok gezet na haar carrière, dus eind 2019. Ik heb in 2019 2 jongen van haar reeds gefokt toen ze nog op het vlieghok zat. Van deze 2 jongen ben ik er 1 verspeeld, helaas. En de ander is toch echt dit jaar mijn op 1 na beste jaarling. Die won als jaarling reeds een 25e nationaal op Argent. En, of op Narbonne, sorry. En een 71e nationaal Argent. Dus 2 keer bij de eerste 71 nationaal. Dit is het begin van een hele veelbelovende kweekcarrière voor deze. De revelatie van 2020, voor mij echt de allerbeste duif van 2020, is zonder enige twijfel deze duif, de Mad Max. Hij is een volle broer van de eerder genoemde Neo. Uit dit koppel waar Neo dus uitkomt, en deze ook, komen dus inmiddels 3 nationale asduiven op relatief korte tijd. De 4e nationale jaarling, dat was Adonis, Neo, 5e nationale asduif, 4e olympiadeduif. En vervolgens deze, Mad Max, die hele hoge ogen gaat gooien in het internationale asduivenkampioenschap. En ik gok zelfs dat hij nummer 1 gaat worden bij de oude duiven. Wat kan ik vertellen over deze duif? Deze duif heeft als jaarling reeds een 17e nationaal argent gevlogen op een hele zware vlucht aan 800 meter per minuut. Vervolgens heb ik hem laten zitten op het vlieghok en heeft hij dit jaar Po gevlogen. Daarin verraste hij mij echt door om 2:30 midden in de nacht te arriveren. Ik was uiteraard niet wakker, ik sliep gewoon, maar werd wakker gemaakt door mijn telefoon. Met als melding dat deze duif, die ook als eerste getekende de mand inging, dus om 2:30, 1:24 om precies te zijn, was geklokt. Zijn broer Neo had het ook al een keer laten zien, in het donker te kunnen vliegen. Die heb ik een keer 2:12 geklokt, maar dit is toch wel een exceptionele duif. Door de neutralisatieregeling komt hij helaas op plek 5 terecht. Het was de enige duif overigens die midden in de nacht viel. Vervolgens heb ik hem op het vlieghok weer verder laten gaan met zijn nestje. En heb ik hem bewaard voor Narbonne. In eerste instantie was ik van plan om deze op Perpignan te spelen. Echter zijn neststand vond ik niet ideaal en heb hem een week langer laten zitten. Om hem vervolgens dus op Narbonne te spelen. En op Narbonne flikte hij eigenlijk het kunstje opnieuw. Dit keer om 1:15 viel hij midden in de nacht. Ik had eigenlijk op hem gerekend. Ik ben tot 12 uur 's nachts buiten geweest. Maar helaas was hij er toen nog niet. Ik ben vervolgens naar bed gegaan. En om 1:15 ging wederom mijn telefoon af. En was het wederom deze duif die gearriveerd was in het donker. Hij is qua type net iets korter als de Neo. Neo is een wat langere duif. Nou, deze duif die gaat ook met pensioen. Na 3 keer top 17 nationaal te hebben gevlogen, dat is voor mij wel reden genoeg om met deze duif verder op de kweek te gaan.